Er zal nooit meer een film zijn zoals It Ends With Us. En ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou zeggen, want toen ik naar de bioscoop ging voor deze film, toen dacht ik niet eens dat ik het echt typisch iets zou gaan vinden voor mij. Maar dacht ik gewoon, oké, het is een film en ik vond het fantastisch. Dit is mijn review van It Ends With Us. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Al op drie verschillende gelegenheden leek het alsof ik naar deze film, die al meer dan 340 miljoen dollar opbracht, ging gaan. Eén keer zou ik samen met mijn zusje gaan, maar toen ben ik toch net naar een andere film gegaan. En een keer zou ik zelf gaan, en ook toen ben ik toch naar iets anders geweest. En op de derde keer kwam het er toch van, en toen ben ik samen met mijn neefje naar It Ends With Us geweest. En het was heel bijzonder. Op het internet kreeg deze film, geregisseerd door Justin Baldoni, gemixte reviews. Hij kreeg een 6,5 op IMDb en maar 57% op Rotten Tomatoes. De film begint met Lily, die een bloemenwinkel start. En Lily wordt gespeeld door Blake Lively. En Blake Lively is de vrouw van Ryan Reynolds. En Blake Lively speelde voor het laatst ook Ladypool in Deadpool & Wolverine. En deze bloemenwinkel die start samen met Anissa. Hey Lily, you wanna do the honors? En Alyssa wordt gespeeld door Jenny Slate, die we kunnen kennen van films zoals Venom en Gifted. No, you go ahead. I need to take it in from here. I was hoping you'd say that, okay. En in die bloemenwinkel ontmoet ze de broer van Alyssa, Raul. En Raul en Lily hadden een keer gezoend en daarna eigenlijk geen contact meer gehad. That's my brother Ryle. The first official customer. Raul wordt gespeeld door Justin Baldoni, die ook de film regisseert. We'd have to buy something to be considered a customer. Right now you're just loitering. Eerst spreken ze af dat het eigenlijk gewoon blijft bij die ene keer. Maar dan. I want to see you again. Now you see me. Eigenlijk wouden ze allebei iets anders in een relatie. Raul heeft bijvoorbeeld heel erg last van agressieproblemen. Daarvoor is hij eigenlijk niet geschikt voor een langdurige relatie. You know what I mean. Hij kan zichzelf echt niet in de hand houden. That's all it takes. Dan komt Lily haar ex tegen, Atlas, en die wordt gespeeld door Brandon Sklenar. Atlas. Lily Bloom. It's been a long time. Yeah. En Atlas die krijgt door dat Rel Lily eigenlijk mishandelt, en die komt daar nog eerder achter dan je als kijker daarachter komt. Is that your guy? Yeah, that's Ryle. En Raul wordt heel jaloers op Atlas. En die verbiedt zelfs dat Lily ooit nog contact zal zoeken met Atlas. You love him now. I love you. That wasn't my question. In de film kom je er uiteindelijk ook achter dat de moeder van Lily zelf ook mishandeld was toen ze jonger was. En dat Lily eigenlijk dat patroon probeert te verbreken. We break the pattern. Or the pattern breaks us. Het beste aan deze film, die 2 uur en 11 minuten duurde, vond ik dat het heel emotioneel was. Het kwam echt dichtbij, het kwam echt tot tranen toe. En ik vond het ook echt ontzettend goed geacteerd door de mensen die in de hoofdcast spelen. Het lastige aan de film is dat die is begraven onder de controversie. Mensen noemen het zelfs verromantisering van huiselijk geweld. Blake Lively die raakte in opspraak. En er schijnt een hoop drama binnen de cast geweest te zijn, waardoor ze in de promotie nauwelijks gezamenlijk gezien zijn. Deze super emotionele film komt met een 9 op plek 5 van de 150 films die ik afgelopen anderhalf jaar heb gezien. En daarmee komt de film terecht tussen films zoals Interstellar en Tenet. En aangezien er straks een top 10 komt van de 10 laatste films die ik zelf in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval The Mars King's Daughter uit de 34e aflevering. En dan komt It Ends With Us in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds met een 1,1 Bellingha Pretpark op Stelten. 24 uur trainen tegen 24 uur show maken. Op 9 staat The End We Start From. Where are you going to go? Home. Going home. Op 8 staat Bad Boys, Ride or Die. He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. Op 7 staat de film van vorige week, Inside Out 2. I'm the worst! Op 6 staat Horizon, An American Saga, Chapter 1. Looks like we got ourselves a bad man right here. Op 5 staat Twisters. You thought you could destroy a tornado. We never had a chance. Op 4 staat The Bike Riders.
I'm John. We're the Vandals. Op 3 staat Fly Me to the Moon. Every day something is breaking. And we're dead. Again. Op 2 staat Deadpool and Wolverine. You were an X-Man. You were the X-Man. En op 1 staat met de 9 de film van deze week, It Ends With Us. If one day you had a daughter, what would you say to her? She came to you and said the person she loved was hurting her. En aangezien ik zelf ook thuis nog films heb gezien, zou ik die ook graag aan jullie willen vertellen. En dan is dit de top 10 films die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gezien. Op 10 staat met een 2,4 de film Tag, over mannen die al 30 jaar een potje tikkertjes spelen. Het was gewoon helemaal geen goede uitvoering. Please tell me what's going on here. Our group of friends has been playing the same game of tag for 30 years. Op 9 staat Beneath the Planet of the Apes uit 1970. Een hele bizarre Planet of the Apes film die al heel oud is en daarmee ook volledig outdated. Someone or something has outwitted the intelligence of the gorilla. Op 8 staat met een 6 Jumanji Welcome in the Jungle. Een superleuke soort actie-comedy over mensen die in een game terechtkomen. Het verhaal slaat eigenlijk nergens op, maar het is wel heel grappig om te zien. A way to leave their world behind. Jumanji. Op 7 staat Past Lives. The guy flew 13 hours to be here. I'm not gonna tell you that you can't see him or something. Op 6 staat met een 6,4 Venom Let There Be Carnage. Het tweede deel van de Venom trilogie ondertussen al. Het was een hele goede Venom film. Echt zo'n lekkere actiefilm. Ik heb er heel erg van genoten. Lady, we should be out there snacking on bad guys. Op 5 staat met een 6,7 Planet of the Apes uit 1968. Een bizar goede film voor die tijd. En nou ja, de allereerste Planet of the Apes films ever. Hij was echt heel gaaf om te zien. En ook lekker maatschappijkritisch, daar hou ik wel van. All my life I've awaited your coming and dreaded it. Like death itself. Op 4 staat Taken 3. I was always ready to face the consequences. To protect my family. Op 3 staat The Taking of Pelham 1-2-3. You don't want innocent people dying, do you? You tell me. Op 2 staat The Prestige. And you see something shocking you've never seen before. En op 1 staat met een 7,6 de film Arrival. Van de makers van Dune. Een film over aliens die naar de aarde komen omdat ze over 3000 jaar de hulp nodig hebben van de mensheid. En dan merk je dat iemand top in de communicatie in gesprek gaat met die aliens. Nou, fascinerend om te zien en echt veel beter dan ik de film verwacht had. Priority 1. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je It Ends With Us zelf hebben gezien, dan hoor ik heel graag wat jij erover vond. Of je de controversie begreep of dat je juist dacht, ik vond het ook een fantastische film daarin. Ik ben echt super benieuwd. Volgende week gaan we het niet hebben over één film, maar gaan we het hebben over twee films. We gaan het hebben over de film Trap van M. Night. En we gaan het hebben over de film The Killer van Jimmy Woo. Dus laat zeker weten of je die ook al gezien hebt en of je benieuwd bent naar de review. En dan zie ik jullie hopelijk later weer. Tot ziens. Tot later.